Town zijn hartelijk welkom bij een nieuwe simulatiegame. Mijn naam is Vincent en welkom op Banjo Town. En we spelen dit keer Zoo Tycoon. En waarom? Ik hou van dieren. Ja. Oké, ik ga nu echt serieus voor het eerst dit spel spelen. Ik heb altijd deel 1 gespeeld. Dat was altijd van bovenaf. Een beetje Rollercoaster Tycoon 2 gevoel. Maar ik heb dus gehoord dat bij deze game, bij Zoo Tycoon 2, dat je daarbij ook zelfs nog in het park kan rondlopen. Nou, ik zie hier dus een ingang. Ik weet niet of we hem al kunnen openen. Open. Oké, hij staat al open. Dat is mooi. Dan gaan we eens kijken wat we hier kunnen maken. Want het grote pad, jeetje, wat een pad, joh. Oh, het staat al helemaal voor ons uitgelijnd zelf. Oké. Nou, we gaan eens kijken. We kunnen eventjes wat constructies maken. En ik zie hier een herretje. Die gaan we even langs het pad doen, zo. Zo, we gaan even dat doen. Oh, nee, stop. En dit wordt dus een soort Main Street. Leuk. Oké, we gaan alvast hekken neerplaatsen, want we willen natuurlijk onze eerste dieren. En wat nou als we hier nou wat dieren gaan neerzetten? Even kijken waar we een mooi diertje kunnen plaatsen. Ik vind thematisatie vind ik altijd belangrijk, jongens. Maar dat weten jullie inmiddels al. Komen dieren. Logisch. Maar wat voor dieren? Ik weet dat deel 1 heel simpel was met bouwen. Ik heb het gevoel dat dit heel lastig wordt. We gaan de dieren inzetten. Nou, wat voor dieren? Ik zie een grizzlybeer. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen wat banaantjes neerleggen. Nou, dan hebben we één ding mogelijk. Dan komen die dikke apen in. Chimpansee aapjes. Ik ga een beetje inzoomen. En daar zit er één op de grond. Even kijken hoor. Wat je nou niet moet doen bij zo'n spel is dat je, zeg maar, verkeerde dieren bij andere dieren neerzet. We hebben natuurlijk ook werknemers nodig die het onderhouden. Ik zet gewoon een mannetje hier neer. Een paar verzorgers. En nog een paar van die mannetjes. Wat loopt u weer houterig vandaag? Ik zie dat u weer een late avond heeft gemaakt gisteravond. Dag meneer, hartelijk welkom bij dit nieuwe pretpark. Deze nieuwe familie... Meneer, u negeert mij. Oké, zoek hem maar lekker uit. Word maar lekker opgegeten door die apen. Tot ziens. En hoe staan de zaken? Hebben we nog wat verkocht? Oh, ik weet niet. We verkopen alleen te dure dingen. Ik zeg wat er wordt verkocht en jij gaat niet de prijs betalen, jongeman. Anders neem ik even een fullscreen foto van jouw hoofd. En, huppakee, ik maak nu gewoon een foto, hè, van jou. Zo, huppakee, jij komt in een jaarboek, jongeman. Jij bent nog niet jarig vandaag. Neem u hartelijk welkom, we hebben alleen nog maar de apen. Maar u lijkt er verdacht veel op, dus u kunt zo aanschuiven tussen de apen. Hallo, meneer. Heel veel plezier in dit park. Ik weet dat die heggen lelijk uitziet. Maar we hadden geen budget meer. Snap je hem? Hallo jonge dame. Heb je geen papa bij je? Heb je geen mama? Oh, die zijn dood. Oké. Sorry. Ik had die opmerking niet moeten maken. Waarom dragen jullie alleen maar van diezelfde waddenvereniging shirtjes? Irritant. Oké, kunnen we hier nog uit deze? Ja, oké. Oh, we lopen nu gewoon zonder foto toestel. Oh, er moet een deur in. Dat weet ik nog. Laten we een deur zoeken. Oh, en bomen. Oh. Apenbomen. Wat zijn apenbomen? Dit toch? Oké, die kunnen we daar gewoon niet planten. Zo, een paar boompjes erin. Oh, dat ziet er schattig uit. We zoeken een deurtje. Oh, je kan ook trouwens het mannetje en een vrouwtje kiezen. Oké. En hier zitten allemaal apenmannen in. Wat? Dat jij niet van apen houdt, dat interesseert mij niet. Maar je hebt het er gewoon maar mee te doen, ja? Dit is een beginnende dierentuin. En we gaan niet continu dieren maken omdat u de giraffen wil zien of zo. Ja, daar is de uitgang. Loop maar door. Rechtdoor. Ja, goed zo. Even kijken hoor. Hebben wij... Oh, wat is dit nou? Ze slapen me gewoon in die band. Is dat een apen... Dat is een ooievaarsnest. Oké. En wat voor dieren gaan we hierin zetten? Ik zal sowieso eerst de stafkeet doen. Zal ik die eerst doen? Goed idee, Vince. Oké, ik maak twee stafgates. Het is een kleine ruimte. Dus we hebben ook niet van die hele grote dieren nodig. Dat weet ik uit ervaring. Nou ja, dat weet ik van... Ja, kijk. Pinguïns kunnen we neerzetten, maar dat is niet echt handig hier. Dus laten we hier gewoon leuke bevertjes neerzetten. Een vrouwtje, een mannetje, een vrouwtje en een man... Wat gaan jullie zeuren? Wat gaan jullie zeuren? Daar ga ik gewoon meer bij zetten. Zo. Huppakee. Beavers need more space. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Apies. Kunnen we die tijger niet even wassen dan? Even kijken. Oké, dit vinden jullie normaal. Oké,
What the fuck? Eland achter je! Geloof me, er zit... Hopelijk vond je een leuke video. Geef een groen duimpje. Vergeet niet te abonneren op Banjo Town. En dan zie ik jullie de volgende keer terug in een nieuwe simulatie game op Banjo Town. Ik zeg doei doei!